Oké, welkom iedereen. Mijn naam is Benjamin van den Broek. Ik ben voorzitter van de afdeling Amstelveen, waar daar valt Uilensteden tenslotte onder. Wij hebben Alexander Pechtold gevraagd om vandaag bij ons te komen. En dat heeft hij gedaan, zoals u ziet. Hij zit al klaar. Alexander zal straks een kort verhaal houden. En daarna is het de bedoeling dat u actief gaat zijn. Dat u alle vragen die u heeft aan hem stelt. En dat kunt u doen via Reinoud de Vries. En Reinoud de Vries is die jongen daar. En hij is ook voorzitter van de Jonge Democraten. Allebei hartelijk welkom. Alexander zal het niet te lang maken. Kom gelijk hier, zou ik zeggen. En er zijn hier nog plaatsen. Voor degene die wil zitten, zijn hier nog plaatsen. Welkom. Volle plek voor degene die nog willen. Hier plek. Eerste rij, daar op de bank. Ja. Hartelijk dank om vanavond hier in Uilensteden te zijn. Ik was vrijdagavond in Krasnapolski voor het 40-jarig bestaan van de partij. En een van de student-obers daar, ik weet niet of ik hem al gezien heb, die zei, u bent volgende week in Uilensteden. Ik heb braaf ja gezegd, maar ik wist absoluut niet waar ik naartoe ging. Maar toen ik het programma voor vandaag zag, dacht ik, ah, dat is Uilensteden dus. Maar dank aan de afdeling Amstelveen om mij hier vandaag uit te nodigen. Een dag waarop ik mijn eerste regio-tour hou. Ik ga tot de verkiezingen in ieder geval 12 keer het land in om elke provincie een dag aan te doen. En vandaag is de eerste, dus je mag je toch wel vereerd voelen als Noord-Holland. Maar ja, dat is ook de enige afdeling waar wij een gedeputeerde hebben. Dus waar wij met trots naartoe gaan. Ik had het al even over het congres van zaterdag. Het werd zojuist ook al bij het huishoudelijke deel van jullie vergadering verteld. Dat vond ik een succes. Want het was het congres waar natuurlijk veel van afhing. Het congres waar op vrijdagochtend Hans van Mierlo op de hem bekende wijze nog eventjes de spanning opzette door aan de nieuwe generatie leiders van de partij toch iets aan te geven van bewijzen jullie maar eens dat we nog nodig zijn en wat de redenen daarvoor zijn. Maar alleen al de opkomst naar het congres toe en de manier waarop het programma voor de Tweede Kamerverkiezing ook is behandeld, serieus is behandeld en de kwaliteit daarvan. Ik moet zeggen, dat geeft mij als lijsttrekker alle enthousiasme om er de komende weken tegenaan te gaan. Het is ook het moment wat mij betreft om nu vooruit te kijken. Want natuurlijk heb ik daar ook nog eens goed aangegeven hoe ik terugkijk op de periode van het kabinet Balkenende 2. Wat er goed is gegaan, maar vooral ook het beeld. En dat is toch, vind ik, overheersend van wat er fout is gegaan. Fout gegaan waar D66 misschien niet door de portefeuilles die wij als ministers hadden, maar wel de totaalverantwoordelijkheid medeverantwoordelijk voor zijn. En ik denk een van de redenen waarom de kiezer op dit moment twijfelt bij D66. Maar niet vandaag, want de eerste campagnedag is nu al voor mij een groot succes. Ik ben vanochtend begonnen in Amsterdam bij het Gerrit van der Veen College. Weer eens een keer een heel andere middelbare school, want als minister van het Grote Stedenbeleid heb ik heel veel VMBO-scholen gezien, maar dit was een HAVO-VWO-school waar ik met docenten en met leerlingen heb gesproken over D66 onderwijspartij, prachtig, maar hoe gaan we dat nou de komende jaren invullen? Je kan wel zeggen dat je er 5 miljard voor wil uittrekken, maar vertellen jullie mij nou eens, waar zit hem dat nou in? Wat ik belangrijk vond te horen daar, was dat zelfs docenten aangeven, natuurlijk, salaris, waar jullie 10% voor hebben opgeschreven, is belangrijk. Maar nog belangrijker vinden wij het dat we dadelijk ook de kans krijgen onszelf weer te ontwikkelen. Er staan te veel onbevoegden voor de klas. We merken dat de druk op ons te groot is. Lessen van 45 minuten. Maar als je dan je 25 uur wil maken, dan ben je eigenlijk de hele dag bezig. En de kans om je verder te ontplooien ontbreekt volledig. Ik vond het ook leuk om te zien dat deze school, die zich helemaal op kunst toelegt, en al is dat er maar een paar vakken, dat je ziet dat op die manier toch een school een eigen profiel kan zetten en dat niet alles vanuit Den Haag voor het onderwijs geregeld hoeft te worden, maar dat een school daar zeer wel in staat is. Voor en nadeel misschien was dat ze daardoor wel in een paar jaar van 400 naar 600 leerlingen waren gegaan. Dat vonden de leerlingen wat minder. Daarna ben ik in Petten geweest. In Petten, waar ik bij het ECN, het Energieonderzoekcentrum Nederland, ben geweest. En al waar ik in een waterstof voortgedreven auto heb gereden.
waar daar echt baanbrekend onderzoek wordt gedaan. Waar je ziet, voor D66 van groot belang, dat onderzoek en bedrijven, als dat goed samenwerkt, dat je dan inderdaad producten kan krijgen waar daar de voorspelling van was dat die waterstofauto's over een jaar of 10 op de markt echt concurrerend gezet kunnen worden. Dat er wel van de overheid, en dat vond ik weer een bevestiging voor het D66-standpunt, verwacht wordt om langdurig dan ook een betrouwbare partner te zijn. En niet zoals minister Wijn, toen Brinkhorst en ik net onze biezen hadden gepakt, de subsidie op zonne-energie overnacht op een vrijdagmiddag in de Trevenzaal stopzetten. Gelukkig heeft de Kamer ingegrepen en dat weer gedeeltelijk teruggedraaid. Maar je merkt dus van zo'n instituut die zegt, als de overheid zich zo gedraagt, dan durven wij daar ook minder in te investeren. En dan zie je dus dat alternatieven, met name voor energie, langer uitblijven, omdat de overheid daar niet goed in optreedt. Wat ik ook een eye-opener vond om daar te horen, was dat het niet eens zozeer om subsidies gaat. Want je denkt natuurlijk, als je aan zonnecellen, wat ze daar ook flink mee oefenen, dat alles gesubsidieerd moet worden. Nee, eigenlijk, en dat staat ook in ons programma, moet je de slag andersom maken. De schonere middelen moeten eigenlijk gewoon marktconform betaald worden. Maar ga nou langzaam als overheden in Europees verband, dat was ook vanmiddag weer het geluid, zorgen dat je juist datgene wat vuil is, duurder maakt. En dan zal je zien dat de consument er ook sneller geneigd is naartoe te gaan. Wat ik helemaal prima aan vandaag vond, was toen dat we nog even tijd hadden. Want we hebben in de Mensa van de VU gegeten om bij twee stations te folderen. We zeiden, we gaan nu we slecht in de peiling staan, gewoon weer beginnen daar waar we allemaal, tenminste ik als lokaal politicus, ooit begonnen ben. En dat is gewoon folderen. En dat was, we hebben Joke, dat was gewoon prima. Het leek wel een warm bad. Ze trokken die folders uit onze handen. Dus als dat een beetje, als station Amstel, als dat WTC, als dat voor 22 november ook maar een teken is waar we naartoe gaan, nou dan moeten de heren Bos en Balkenende nog heel zorgen zich gaan maken. Maar dat moeten ze niet alleen daarom.